Audi, ik hou het even kort. Wierookboom, zeldzaam en ontkiemt waarschijnlijk niet. Gele pitahaya, planten in anthuriumpotgrond. Eigenlijk is het een epifiet, hè. Marula heb ik al, maar ik moet nog wel even een paar side marula's hebben. Noni, denk wel lekker. Zuurzak, wordt maar 4 meter hoog. Als ik later een kas heb, kan die daar mooi in staan. Muskaatboom, maar 1 zaad. Ik hoop dat hij het gaat doen. Het zou echt vet zijn, een muskaatboom. Zoetzak, wordt maar 6 meter hoog. Nou, als ik later een kas heb, kan die daar mooi in staan. Tabaksplant, vorig jaar geoefend. Dit jaar even goede sigaren maken. Maquis, wordt maar 5 meter hoog. Dus als ik later een kas heb, kan die daar mooi in staan. Pistache, ja, pistachenootjes zijn vet duur. Dus kan ik beter gewoon nu een plant kweken. En dan dat ik over 15 jaar een pistacheboom heb. En dat ik daar dan die nootjes van kan rapen. Dat zou toch mooi zijn. Kan ik nu zeg maar alles wat ik bespaar op het kopen van pistachenootjes investeren in bitcoin. En dan intussen zo'n plant of meerdere planten kweken. En dan heb ik over zoveel jaar waarschijnlijk een super goede investering gedaan in bitcoin en niet in pistachenootjes. En gratis pistachenootjes. Asperger-syndroom en deze guy. Mensen met Asperger-syndroom staan erom bekend om hele goede beslissingen te nemen met betrekking tot bitcoin en pistachenootjes. Oké, ik ben ze aan het voorbereiden. Hier heb ik opgeschreven hoeveel uur ze moeten weken. En sommige moest ik schuren, sommige moest ik... Oké, deze bijvoorbeeld. Schuren. Nee, eigenlijk moest ik deze kraken, maar ik had 2 zaden en eentje kraakte ik kapot. Dus die heb ik geschuurd. Die moest in water. Die moet dus 3 dagen in water. Die moet in water 2 dagen. Dit is de nootmuskaat. Vet. En een wierookboom. Ja. En dan heb ik hier nog allemaal zaadjes. Deze wil ik eigenlijk ook nog zaaien. Dit moet ik nog zaaien. Ik heb zaai- en stekgrond nodig. En allemaal zaaibakken nog. Maar ja, die wil ik even kopen bij de Intratuin. Maar ja, ik ben dus in quarantaine. Ik ga vandaag testen. Als ik negatief ben, kan ik even shoppen. Een zaaibakje gemaakt voor dit. Nice. Test nummer 13. Ik kan weer niet filmen, maar tot straks. Op de schaal van sloeg nergens op tot extreem pijnlijk. 4,5. I'm getting used to it. Even snel voordat ik weer naar binnen moet. Ik moet natuurlijk nog steeds in quarantaine, maar iedere september maak ik de grap. Iedere september maak ik dezelfde grap. Dat het de komende 6 maanden 10 graden in Nederland is. Maar het is mei. Het is 2 mei. Het is nog steeds 10 graden. En ja, eigenlijk is het helemaal geen leuke grap dat het de helft van het jaar echt kut weer is in Nederland. Dus er zijn maar 2 oplossingen. Emigreren of die kas bouwen waar het wel lekker warm is als de zon schijnt. Ik ga denk voor de tweede.